Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Het is al een tijdje geleden dat ik een video gemaakt heb voor tweelingplannen of tweelingzin die in separatie zijn. Dus waar dat er geen contact is en waar dat er totaal niet van communicatie is. Daarmee dacht ik van, laten we zien hoe dat het met hen gaat. Wat zijn er al verschuivingen? Zijn ze al veranderd? Zijn ze misschien al wel in communicatie? Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je naar de andere video kijken natuurlijk. Maar we gaan eens zien wat de boodschappen zijn die we vandaag mogen delen. Wat moeten we weten over de connecties van de tweelingen die niet in communicatie zijn en geen contact hebben? Oeps, daar gaat hij. En nog 202. Nee, deze. Oeh, wacht. Oeh, zo, oké. Nee. Yes. Oké, wacht. Gezien we dat goed kan zien. Ja. Oké, dus ik voel heel hard dat dit de vrouwelijke energie is, dit is de mannelijke energie. En dat is eigenlijk wat dat er gaande is, waar jullie naartoe zijn. De chariot, dat is eigenlijk de kaart van viering. Maar wat dat mooi is als aan deze kaart, is dat er 5 paarden zijn. Dus wat dat jullie nu bezig zijn, en daarom moest ik hem zo laten liggen, is dat jullie bezig zijn aan elk voor jezelf te werken aan die eenheid. Want 5 is niet een evenheid. Dat is niet even. Je kunt dat niet delen, anders moet je een half paard. Hè. Dus daarom is dat die connectie. Dus de bedoeling is dat je die eenheid in jezelf creëert. De mannelijke energie ook de eenheid in jezelf. Je ziet, daar zijn ze mee bezig. Hè, want dat is de transitiekaart. Jij als vrouwelijke energie moet en mag of bent aan het leren. Eigenlijk leerling. A seeker is leerling. Leerling om veel meer jouw gedachten te spreken vanuit de verbinding met je ziel. Dus vanuit je vrouwelijke energie, vanuit hetgeen wat je voelt, maar zonder te gaan reageren vanuit jouw gekwetstheden. Dus eigenlijk, wanneer je communiceert met je tweelingvlam, enkel communiceren vanuit licht en liefde. Kun je dat niet? Hou dan je mond als het ware. Dat is de boodschap hier met deze kaart. En dat gaat ervoor zorgen dat je enerzijds verplicht bent om in je eigen schaduw te gaan kijken, om je eigen stukken aan te gaan kijken en dan die aan de kant te gaan zetten, de frustraties aan de kant te gaan zetten, de teleurstelling, de wonden, wat dan ook, dat gaat die eenheid in jezelf brengen, om dan uiteindelijk in eenheid te komen met de eenheid van de ander, om het op die manier te zeggen. En dat wordt geleid door jullie team. Dus de mannelijke energie heeft een team, de vrouwelijke energie heeft een team, en de connectie zelf heeft ook een team. En dus die komen dan ook samen, die gaan dus ook samenwerken. Maar dat is niet zichtbaar, dus dat weet je niet. Dus daarom zie je ook weer die maan hier. Maar, wat is de fuel? Dus wat zorgt ervoor dat je vooruit gaat? Eigenlijk de passie, de liefde. Dat zorgt ervoor dat je blijft vooruit gaan. Dus dat is hetgeen wat je als vrouwelijke energie moet werken, of mee nu te doen hebt. En de mannelijke energie is eigenlijk aan het gekeken van, ja, maar wie ben ik dan? Wat is die mijn vlam laat ontvlammen? Niet alleen natuurlijk mijn vrouwelijke energie. Ja, dat was de aanleiding ervan. Maar wat als die er niet meer is? Hoe kan ik dan, hetgeen wat zij nu een stukje in mij laat ontvlammen, hoe kan ik dat ook vanuit mezelf gaan ontvlammen? En dat zorgt ervoor dat de mannelijke energie eigenlijk uit zijn oude versie stapt, verbinding kan maken met zijn eigen vrouwelijke energie, om uiteindelijk ook tot die eenheid te komen die nodig is om uiteindelijk samen te komen. Voilà, dat was de reading. Nee, we gaan natuurlijk nog een stukje verder. Oh, wat zien we aan de onderkant? Ace of Challenges. Dus je mag eigenlijk wel een nieuw emotioneel begin verwachten. Nog niet onmiddellijk met jouw mannelijke energie, maar voornamelijk eerst instantie ook met jezelf. En wat zien we aan de onderkant? Dat brengt uiteindelijk de Two of Flames. Dus die eenheid in jezelf, maar ook die eenheid met je mannelijke energie. En ook hier zien we die twee ogen. Dat is het teken ook weer dat het geleid wordt. Maar het is belangrijk dat je wegstapt. Dat je leert weg te stappen van de what-ifs. Dat je leert wegstappen van de dingen die jou vast laten zitten. Van je mind, van die emoties. En kijk zeker ook eens naar de video die ik gemaakt heb rond de energie in deze week. Want dat is ook het thema. En laat je leiden door jouw eigen team. Laat je leiden. Kijk, zie, deze hier is dezelfde als hier. Dus laat je leiden door jouw team. Laat je leiden. Laat je tonen. Laat je ondersteunen, dus noods, in jouw
in jouw proces, in jouw zielsgroei. Ik nodig je heel graag uit om deel te nemen aan het groepstraject, waarvan dat de live sessies vanaf oktober weer st van start gaan. Die kan je ook doen volgen in combinatie met individuele sessies, als je dat wenst. Dus voor iedereen wat wils. Maar waarom zeg ik dat? Omdat dat jou echt heel snel vooruit gaat in jouw eigen groei. Wat dat automatisch dan ook weer een heel gemakkelijk en duidelijk signaal is, om als je dan inderdaad die groei weerspiegeld ziet bij je mannelijke energie, dan weet je dat hij of zij echt jouw tweelingvlam is. En dat is het. Dat is iets wat ik vorig jaar ook gezegd had tegen mijn tweelingvlam. Van de groei die je doorgemaakt hebt, is voor mij het grootste bewijs van de liefde dat we ook voelen. Want als je die liefde niet zou voelen en niet zou ervaren, en dat niet heel hard zou willen elke dag in je leven ervaren, dan ga je uiteindelijk ook niet het werk doen. Dan ga je uiteindelijk er ook gewoon van weglopen en ga je constant in je oude versie blijven zitten. Dus. Hoe meer dat jij het werk doet en hoe meer dat je jouw eigen schaduwen aankijkt, je eigen shit oplost als het ware, hoe meer dat je dat gaat gaan weerspiegeld zien in je tweelingvlam. Dat kan gewoon niet anders. Dat kan niet anders dan op die manier zijn, omwille gewoon ook van de energetische manier waarop dat jullie verbonden zijn en gecreëerd zijn, zou ik zelfs zeggen. Kijk, wat zien we hier ook? Individueel succes. Wacht maar eens kijken wat er nog in is die. Ja, ik dacht dat er nog iemand was die omgedraaid was. Hartzeer, einde van hartzeer, wij liggen ondersteboven. De King of Cups, wel zo. Dus dat is je mannelijke energie. Kijk, als jij meer dat succes bij jezelf gaat gaan ervaren, dan ga je einde van je hartzeer brengen. Dan ga je zien dat de mannelijke energie die verbinding met zijn eigen emoties kan maken en gaat kunnen. In de rol stappen, en de rol zou ik zelfs niet zeggen, maar in de versie van zichzelf kan stappen, die eigenlijk dat jij waardig bent om in je leven aan te trekken en te ervaren. Je wilt geen afgedankte versie of geen vervormde versie van wat dat mogelijk is. En daarom is de scheiding er, omdat jullie elk voor jullie zelf aan jullie stukken zouden werken en niet constant elkaar zwaarden in elkaars rug zouden steken, gewoon door de wonden die je hebt. Want dat is de reden waarom dat die separaties en die scheidingen er zijn. Omdat er werk te doen is. En zolang dat jullie elkaar constant triggeren, is er geen ruimte om naar binnen te gaan en dat aan te kijken. Kijk, hoe mooi kan het er zijn? Hoe meer dat jij werkt aan jezelf, aan die healing en dus die innerlijke eenheid aan jezelf aanbrengt. Mannelijke, vrouwelijke energie, eenheid aan jezelf. Succes, individueel succes. Op elk vlak in jouw leven. En onthoud, het hoeft nog niet allemaal perfect te zijn, maar je moet wel al stappen zetten. Dat gaat het einde betekenen van het laten of blijven hangen, het vastzetten in die lage trillende emoties, in dat hartzeer, in die teleurstellingen, in het idee gewoon van vast te zetten. Dat gaat ervoor zorgen dat de mannelijke energie in staat is om ook te verbinden met zijn eigen vrouwelijke energie, dus met zijn eigen emoties. En dat gaat jou nog veel meer die connectie, die diepe, onvoorwaardelijke, magische connectie kunnen laten voelen. Wat dan het weer het einde gaat betekenen van al die negatieve gedachten. Want doordat dat er gaat zijn, gaat er natuurlijk ook weer communicatie zijn. Gaan er dingen kunnen meegedeeld worden. En ga je zien, vooral horen, dat al hetgeen dat je hier gedacht hebt, al hetgeen dat je daardoor vastgezet hebt, dat dat eigenlijk allemaal leugens zijn. Dat dat allemaal niet klopt. Dat die 3D, dat dat allemaal illusies zijn. En dat zorgt er dan voor dat er openheid gecreëerd wordt. Openheid om nog meer die eenheid tussen jullie te gaan. Stap voor stap in balans te brengen en in harmonie te gaan brengen. En dan ga je merken dat je in een fase komt in je connectie waarin dat er veel meer continuïteit is. Waarin dat, er gaat geen consistentie zijn, vergeet dat. Er gaan nog momenten zijn waarin dat de een of de andere meer me-time nodig heeft, waarin dat tijd en ruimte nodig hebt om aan je eigen stukken te werken. En respecteer dat ook. Dat is ook de nieuwe manier waarop dat relaties gaan doen. Vanuit individualiteit, niet vanuit afhankelijkheid. En hoe meer je dat gaat gaan leren en daar zekerder in wordt en krachtiger in wordt en gewoon rustiger bent in het alleen zijn met jezelf en die eenheid en die vervulling te vinden in jezelf, hoe meer dat je dus die balans gaat ook gaan zien in jouw connectie met je mannelijke tweelingvlam. Dus hoe meer dat de balans in jezelf is, hoe meer dat ook gaat weerspiegelen in je connectie. En dat gaat dan, ik ben eventjes
Ik weet welke dingen kaart dat dat is. Wacht, hè. Want ik wil hem natuurlijk benoemen. Och, echt waar. Het is weer de Hermit. Ik onthoud die niet, hè. Ik denk dat dat is omdat dat... Ik ben een maagd. En dat is dus verbonden met de maagd. Waarschijnlijk is dat. Ah ja, oké. Ik snap het nu. Dus, maagd. We zijn nu ook in het maagdenseizoen. En dus hoe meer dat je inderdaad die reflectie iedere keer maakt van binnen, hoe meer dat jij eigenlijk jouw eigen Ten of Cups voedt. Ten of Cups is emotionele vervulling. Geen huisje, tuintje, boompje, maar een diepe vervullende connectie. Een relatie waarin dat je eigenlijk alles vindt en die jou voedt, die jou sterker maakt, die jou krachtiger maakt. Maar één vanuit licht en liefde, niet vanuit afhankelijkheid, niet met bindingsangst, verlatingsangst, wat al die dingen, dat is allemaal geheeld op dat punt. Maar dat is hetgeen wat we nu deze periode, in de, dus maart, dus laten we zeggen tot half of eind september, dat we daar moeten nog op focussen. Zeker als jij nu in scheiding en geen communicatie bent met jouw partner, dan is het belangrijk om nu daarop te focussen. Jouw stukken. Ga daarmee aan de slag. En dan is dat hetgeen wat je uiteindelijk als vrucht gaat gaan oogsten van jouw werk. Maar dan zie je welke boodschappen dat we nog extra hebben. Ja, ik weet, ik kan soms streng en boos worden. Maar het is gewoon omdat ik zie wat op welke manier dat mensen zich door hun ego en dus door hun mind en die emoties zichzelf constant blijven vastzetten, ook in die connecties. En het eigenlijk zelf gewoon veel langer laten duren dan dat nodig is. Dus daarom maak ik ook deze video's. Daarom heb ik ook die trajecten en zo gemaakt. Daarom leer ik ook mensen met die universele vlammen werken. Omdat dat een hele eenvoudige, snelle tool is die voor iedereen beschikbaar is. En dat je eigenlijk voor alles in je leven en voor anderen in je leven ook kan gebruiken. En zeker als je een tweelingvlam bent, dan ben je automatisch ook verbonden met die vlammen. Maar je bent zelf ook een universele vlam. Vergeet dat niet. Dus daarom, zeker als tweelingvlam, moet je nog, en moet, je moet niks, hè. Maar is nog veel belangrijker om ermee te gaan stralen. Stralen. Ik zie shining staan en daarom zeg ik stralen. Mee aan de slag te gaan. Ja, dus hoe meer dat je het werk doet, hoe meer dat je focust op de liefde die er is, en hoe meer dat je dat laat gaan doorstralen. In alles wat je doet, zeker in je connectie, je weet nog dat ik gezegd dan, als je niet vanuit licht en liefde kan communiceren, hou dan je mond. Of stuur dan geen bericht. Want dan ga je alleen maar nog meer ballast op die connectie gaan zetten. Terwijl dat eigenlijk in wezen, in pure wezen, uit gewoon energetisch bekeken, is er tussen tweelingvlam en tussen tweelingzin alleen maar onvoorwaardelijke liefde. Maar dus al onze pijnen, al onze kwaaltjes, al de overtuigingen, de conditionering die we hebben, die zorgen er net voor dat er constant wrijving en problemen eigenlijk gecreëerd worden in de connectie. En natuurlijk, dat is iets heel apart, iets heel nieuw. De manier waarop de relaties gaan vormgegeven worden, is eigenlijk iets onbekend. En dat is hetgeen dat deze, de Uncharted Sea, eigenlijk ook aangeeft. Hoe meer dat je eigenlijk wilt die diepe, heilige verbinding te gaan voelen met iemand anders, hoe meer dat je gepusht wordt om te lopen waar je nog nooit gelopen hebt. Hoe meer je geduwd wordt voorbij jouw comfortzone, maar hoe meer je ook geduwd wordt in die schaduw. Want het is net dat is in die schaduw, dat is hetgeen die jou tegenhoudt om die onvoorwaardelijke liefde eigenlijk al elke dag in harmonie en op een positieve manier te gaan ervaren. En weet, je hebt eigenlijk de ander daar niet voor nodig om dat te ervaren, want dat is al in jou. En de andere weerspiegelt dat eigenlijk. Ja. Aardsengel Metatron met de diamanten vlam en wijsheid. Dus hoe meer dat jij in het hoger, hoe meer dat jij dingen uitzuivert, hoe hoger in energie en hoe meer dat je dan echt volledig in dat eenheidsbewustzijn geankerd wordt en van daaruit je leven kan vormgeven. En Compassion, dat is ook de kaart die de vlam die uitgekomen is voor de weekreading. Dus kijk zeker ook naar die reading, naar die video, excuseer. Want die zijn de twee vlammen waar jullie mee mogen samenwerken deze week. Dus de diamanten vlam en de oranje gele vlam. Wil je meer weten over werken met vlammen? Om als een hele eenvoudige tool om jouw eigen transformatie verder in handen te nemen en eigenlijk op een hele diepe, snelle manier te gaan werken, dan nodig ik jou uit om
mee te delen, mee te doen en deel te nemen, oh my god, aan het traject zelfrealisatie vanuit een hart gedragen bewustzijn. En misschien moet ik het traject van de universele vlammen noemen, want op die manier ga je eigenlijk op een hele snelle en eenvoudige manier leren hoe dat je jezelf, je schaduwen bewust wordt, hoe dat je boodschappen ontvangt via de vlammen, via je team en jouw gidsen. Maar ook hoe snel dat je, vooral dat je gaat gaan ervaren, hoe snel dat je eigenlijk alle ballasten die die nog tussen jullie zitten en die eigenlijk de separatie en geen communicatie teweeg brengen, hoe snel dat je die kan gaan transformeren. Zeker als er al maanden en jaren geen communicatie is tussen jou en je tweelingvlam, dan is dat zeker iets om te overwegen. Want vanuit energie kan je heel veel bewerkstelligen. Maar we proberen het altijd vanuit de 3D, dus vanuit het fysieke, en dat zet ons natuurlijk nog meer kosten. Oké, we gaan beginnen met deze. Dat zijn de kaarten terug naar liefde en eenheid. Dus welke boodschappen krijgen we hiervoor? Soms doen we alsof, omdat ze de werkelijkheid vrezen. Ja, en dat is een van de belangrijkste redenen waarom mensen blijven vastzitten en mensen blijven zitten waar ze zitten. Omdat ze dan moeten toegeven dat ze eigenlijk hun kracht en energie en waarheid gegeven hebben aan iets dat eigenlijk niet hun waarheid was. En eigenlijk hieraan gekoppeld, zet geen filter op je leven, maar leef het ten volle. Ja, inderdaad, het maakt niet uit dat je eens met je hoofd tegen de muur loopt. Dat zijn ook dan weer dingen die je geleerd hebt. Het maakt niet uit dat je een foute keuze gemaakt hebt. Of dat je een keuze maakt en denkt van, oh nee, dat is toch niet iets voor mij. Dan heb je het geleerd, dan heb je het ervaren. Je bent een ervaringrijker geworden. En je weet van, oké, dat is niet voor mij. Ik heb dat nog vaker gehad. Zeker met sporten was dat zo, dat ik dan dacht, oh ja, dat is iets voor mij. Of zelfs met jobs heb ik ook gehad. Dat ik dacht, ja, ik ga dat doen. Zeker wanneer dat keuzes waren vanuit puur enkel of alleen maar voor het geld. En dat ik dan nadien moest ook toegeven van, oké, dat is niet iets voor mij. Ik ga eventjes wachten, want er passeert een tractor. Ja, we zitten in het oogstseizoen en ik woon in een landelijke gemeente, dus ja. Dan word je soms wakker door de landbouwvoertuigen die al super vroeg aan het werk zijn. Ja, dus het is niet erg om keuzes te maken en om daarna niet te moeten vaststellen van oké, het is niet voor mij. Het is veel belangrijker om op dat moment dan te luisteren naar wat je voelt en dan daar dan weer een gepast gehoor aan te geven. Drink meer water. En dat heeft ook mee te maken met overvloed, met geld ontvangen, met emotionele natuurlijk. En hou het zo eenvoudig mogelijk. Mensen zijn echt super, super goed in het moeilijk maken en lastiger maken. Vraag naar bevestiging en stel heldere vragen. Dat kan naar jou, voornamelijk ook zijn naar jouw team, maar ook wanneer je wat dingen gaat manifesteren. Weet je wel helder wat hij wil manifesteren? Wat is hij wil ervaren? Wat is hij wil aantrekken? Beslis nu om uit de cirkel van incarnaties te stappen. En dat heeft ook te maken met het stuk dat hij nog meer aan jezelf gaat gaan werken. En dus eigenlijk uit al de patronen gaat gaan stappen dat je altijd maar automatisch ingevallen bent, als het ware. Je lichaam voedt zich met energie. Dus wil dat ook zeggen dat je moet eigenlijk je leven aanpakken en gaan vormgeven en gaan bekijken vanuit die energie. Want dat gaat dan uiteindelijk ook weer de meeste en de grootste transformatie teweeg brengen. Je geeft je leven vorm met je gedachten. Dat is wat ik ook al gezegd heb. Je hebt de keuze. Of ik dacht dat het in een andere video was. Je hebt de keuze om welke gedachten die je hebt. Zijn het gedachten die laagtrillende energie in zich dragen? Of zijn het gedachten vanuit liefde en eenheid? Daarom dat ik ook zei. Als je niet kan communiceren vanuit licht en liefde, laat het dan. En dat is een hele belangrijke hier. Werk samen met de zwarte diamanten vlam om de dualiteit in deze situatie te tonen. De zwarte diamanten vlam is eigenlijk nog iets krachtiger dan de violette vlam. De violette vlam is eigenlijk een van de meest gekende vlammen en straalt bij de meeste mensen toch zeker die al wat wakker zijn en bezig zijn met energie en spiritualiteit. De violette vlam is eigenlijk de vlam van transmutatie. Maar de zwarte diamanten vlam is eigenlijk een vlam dat ik vorig jaar, niet of het jaar daarvoor zelf, doorgekregen heb. Om eigenlijk enerzijds via de diamanten energie heel veel nieuwe hoogtrillende energie te integreren. En tegelijkertijd eigenlijk alle zwarte schaduwen die al loszitten, maar die nog niet volledig losgelaten zijn, om die te absorberen. Eigenlijk de zwart en diamant.
zijn eigenlijk beide dualiteiten van dezelfde energie, dus van bronenergie. Maar wanneer je ze in eenheid samen gebruikt, dan zijn die superkrachtig om dingen te gaan transformeren in leven. Ik zou zeggen, als je nog geen transmissie of nog nooit gewerkt hebt met vlammen, op mijn YouTube-kanaal, waar je nu ook bent, kun je gaan naar playlist. Daar is er een playlist met transmissies met de universele vlammen. En één daarvan is met de zwarte diamantenvlam. Ik zou zeggen, ga zeker naar deze luisteren. Dan die gaat ook behulpzaam zijn in jouw connectie nu op dit moment. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je heel wat inzichten en tips hebt mogen ontvangen. Wil je nog meer, dan raad ik jou aan en nodig ik jou uit om inderdaad samen met mij in het traject te gaan starten, waar dat we dan in oktober live sessies ook hebben, waarin dat de ruimte is voor jouw vragen. Maar tegelijkertijd ook, als je individuele ondersteuning nodig hebt, kan je die dan ook daaraan koppelen. Dus iedereen kan dat invullen zoals dat hij wenst. Wil je eerder een reading? Dat kan natuurlijk ook. Dan kan je volgen gewoon het linkje onderaan deze video om dan jouw vragen te stellen, zodat ik dan weer via mijn team en via mijn gaven en mijn talenten jouw antwoorden kan geven. Want dat is de bedoeling van deze video's en van alles wat ik doe. Zo, ik hoop dat het jou wat meer rust heeft mogen brengen, dat de inzichten jou weer helpt om stappen vooruit te zetten. Zodanig dat jij ook in staat bent om vanuit jouw authentieke zelf, vanuit je eigen energie, jouw leven vorm te geven. De liefde van je leven aan te trekken. En echt die onvoorwaardelijke liefde kunnen voelen, zoals dat ik ook elke dag dat kan en mag ervaren ondertussen. Zo, dat was het voor deze video. Ik zie je in de volgende en ik wens je een fantastische week. Dag!